dit is een cadeautje voor Geerse verjaardag. Daar staan ze. Daar staan ze gewoon aan de overkant van de weg. Jellet. Ook geweldig. Het is allemaal echt uniek. Dit is waar we nu zijn. Waar we de rendieren hebben zien lopen. En dat zijn de coördinaten. Nou, we gaan even lekker lopen. Daar naar boven bijvoorbeeld. Kijk, nu heb ik mijn ene trekking pole bij me. Die heb ik al 30 jaar. Dat doet het perfect. Zodat ik mijn andere hand vrij heb voor mijn camera. Daar, dat is de Stadjan. Dat is de hoogste. Martjo. Maar deze is ook aardig. Hoger. Kom. Klimmen, ja. Nou, voor mij is het hoog genoeg. Ik dook nog naar beneden. Het is knap stijl. Rollende steentjes. Wauw. Tering, wat mooi. Zo. Thank you.
kou zeg, hè? Wind, man. Tarjetjes. Dit is zo super gaaf. Even uit de wind staan, hoor. Oh, man. Is wat een die. Ja, hoort me niet eens. Orkaantje hierboven. Hop, niet rennen. Eindelijk heb ik hem beklommen. Eindelijk. Hoe vaak zijn we hier niet geweest? Ik heb hem nooit kunnen beklimmen. Stedjan, John. De allerhoogste berg in Zweden heet Kebnekaise, maar die ligt ver in Lapland. Eindelijk. De Stekenjok was ook erg mooi. Lag natuurlijk heel veel sneeuw. Nou ja, heel veel. Maar weet je, ja, hier kun je gelijk op de hotspot wandelen. En dat is nog hier zijn wandelpaden eigenlijk. Kijk, bij Stekenjok waren ook hikingpaden. Maar de hotspot, zeg maar, daar moest je doorrijden, je mocht niet stoppen. Wat ook gewoon hartstikke logisch is, omdat het gewoon heel populair is en er heel veel mensen komen. Hier nog niet. Hier zie je mensen die in iedere fjell logeren, zeg maar. Of locals, die komen hier wandelen en dan gaan ze weer weg. En dat is Indisch nieuwste speeltje. Oh. Nou, wat hebben we gelopen? Dat is een beetje lastig, maar hier heb je iedere. Hier is Nipfjellet met de trolwengen. En daarboven, hier staat hij, 1104 meter. Die top hebben we beklommen. Nou, was niet verkeerd. Heerlijk. Right. Dan gaan we op zoek naar de rendieren. Kijken of we ze nog terug kunnen vinden. Oh, daar zijn ze. Als ze maar niet schrikken van ons. Zo gaaf dit. Lekker te herkomen. Zo gaaf. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, 11 stuks. Nou, dit was echt een geweldige afsluiter van de fjellen.
want we gaan naar beneden. Leuk verjaardagscadeautje, Geertje. Dit was een leuk verjaardagscadeautje. Gaaf, hè? Ja, dat wouden we en dat willen we zien. Ja. Want we wilden niet wouden. Wouden. Dit wilden we. Ja, Geertje die wilde toch wel heel graag de rendieren zien. Nou. En vandaar. Daar zijn ze. Geweldig. Nou, wij gaan weer doen. Tel je de 12, hoor. Tel je de 12? Oh, er ligt er nog één achter daar, ja. Ik zie nog een gewijtje, inderdaad. 12 stuks. Mooie rendieren. Misschien zien we er nog meer. Wie weet. We gaan kijken. We gaan in ieder geval terug richting Ieder. Dit was echt gaaf. Ze liggen ook heerlijk te chillen. Siesta. Ja, prachtig mooi. Mooi. Het is een beetje een vergoed gerij. Ja. Niet helemaal de cementjes. Nee. Daar heb je dat meertje. Kan je zo naartoe wandelen? Ja, geweldig gebied. Ongelooflijk mooi. We zijn er op tijd, want het begint te regenen. Het begint een beetje te spetteren. Ja. Hij zal ook wel een stuk aankomen. Nou, ja. Een vulkaan. Ja, het is ook een oude vulkaankegel, hè. Dit is heel oud vulkanisch landschap. Nou, recht voor ons heb je de berg van Idrefia. En dan rijden we naar beneden, gaan we boodschapjes doen bij Idre. Rijden we door. Idre is ook een ongelooflijk leuk gebied. Wel druk. Als het seizoen daar is. En het seizoen is vooral het skiseizoen. Heel veel mensen die hier een huisje hebben. Het is ook daarom best wel duur, maar dat is logisch. Dat is altijd in dat soort gebieden. Nee, we komen hier graag. Nou, we zijn in Idre. Sportshop. Kijk nou. Voor 400 meter arriveer je op je bestemming. Ika. Ja, Ikaatje gaan we in. Okay, ja, daar. Even boodschapjes doen, want we zijn door het eten heen. Nou, we zijn er. Ik ga even boodschappen doen en dan zien we elkaar zo. Nou, de boodschapjes zijn weer binnen. En we hebben Mappie op Malung ingesteld. Er gaan drie flinke wegen naar beneden van dit punt af. En we kunnen kiezen. We hebben de middelste gekozen, zodat we uiteindelijk vanaf Malung, dat ligt net ten westen van Mora, zodat we vanaf Malung kunnen kiezen of we tussen de meren door willen, of het Wetter en het Wennern, of links of rechts ervan af. Dat gaan we wel zien. 2 uur gaan we rijden, 163 kilometer. Let's go! En nog steeds geen feestnaar. Nee. Wat een heerlijke dag is dit geweest. Fantastisch. Hij is nog niet over, maar voorlopig hebben we fantastische rendieren gezien. We hebben een berg beklommen van 1100 meter hoogte. En we zitten in een prachtig gebied weer. Wat is Zweden toch mooi. We wonen er nu op. Ja, linksaf. We wonen er nu al 9 jaar bijna en blijven ons verbazen. Wat een prachtig land. Nou, dan rijden we Fulufjellet voorbij. We hebben echt gekozen, wat doen we? Nou ja, Geertje heeft gekozen, want het was zijn verjaardag. En ik ben heel blij met zijn keuze, want nu hebben we rendieren gezien. Hè? Echt wel? Ja. We zijn op weg naar een wildplekje. Via Camp for Night. We hebben onderweg ook nog rendieren gezien, maar we konden niet stoppen. Er stonden er een stuk of 5 tussen de bomen.
Ze zitten allemaal hier, want ze kalveren nu. Dus ze zitten vooral in de winter hier beneden. Maar ze zitten natuurlijk ook gewoon kuddes verspreid zitten. Er zijn er duizenden. Ze zullen lang niet allemaal hier beneden zitten. 10 minuutjes, dan zijn we, als het goed is, op een plekje waar we kunnen overnachten. Het ziet eruit dat we naar een plekje rijden waar we al een keer gestaan hebben. Ik heb er een hartje bij staan, dus zal het vast een leuk plekje zijn. Oké. Hier dan? Het schijnt. Over 400 meter. Je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Nee, dit rijden we nooit, dit soort weggetjes. Vrij regelmatig, denk ik. Het is aan de rivier. Holy moly. Hopla. Oké, nou bij een bruggetje. Grappig. Is er een bruggetje over? Nou, lijkt me niet. Maar die hangt helemaal. Jee, je mag kijken dan, joh. Wauw. Dat is een kabelbrug, zie je dat? Een kabelbrug. Die heb ik echt nog nooit gezien. Gaaf, man. Trek het overlopen. Ik dacht van, ja, maar we staan, oh, maar kijk, we zijn er al. Ja, daar. We zijn er al. We zijn er al. Gaan we overlopen, schat? Ja, uiteraard. Dit plekje. Ja. Hebben we hier gestaan? Ja, het schijnt. Maar we hadden de brug toch wel geleid. De bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Ik heb geen idee. Waar gaan we dan rechts gaan staan, wat dan? Nou, je staat niet goed. Ja, nee, is die kant op, want dan kijken we naar heen. Ik vind het helemaal geweldig. Ik vind dat niet zo interessant. Ja, maar het is goed, wat jij wil. Jouw verjaardag. Hier kan je het water in als je wil. Het is hoe koud? Oh, het is 16,3 graden. Heel veel mooi. Buiten tempo. Ja. Hebben we hier gestaan? Nee, dat is niet zo. Nou, ik heb hier staan dat we hier hebben gestaan. Maar ik kan het me ook niet herinneren, Geertje. Loosje, het is een gaaf plekje, man. Nee, hey, kun je zijn? Een gaaf plekje, man. Ja. Ik denk dat we hier staan. Maar ik ga het even bekijken. We gaan even kijken of het inderdaad zo is. Perfect. Mooi. Zo. Wij staan bij Storaven. Nou, als ik het zo bekijk, denk ik niet dat we op hetzelfde plekje staan. Kijken of ik dat samen naast elkaar kan hebben. Storaven. Even goed zoeken is hier. En dat zie je daar. En dan is dit plekje hier. Hier gaan we slapen. Met een hartje. Zo ziet het eruit. En als ik hem opsla, dan zijn dit de coördinaten. Het is een heel gaaf plekje. Met een schutshütte. Met een vuurplek. Een visplek. Een hangbrug. Maar dit is echt geweldig. Aan de 311. Veel plezier.